Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben echt super enthousiast over deze video, want ik ga een nieuwe collectie testen van Makeup Revolution in samenwerking met DC. Voor de mensen die DC niet kennen, DC brengt allemaal superhelden films uit, zoals Superman, Batman, Catwoman, allemaal dat soort shizzle. Een leuk feitje over mezelf dat niet heel veel mensen weten, behalve als je me echt goed kent, is dat ik echt een absolute geek ben. Ik hou van superhelden films. Ik hou van DC, ik hou van Marvel. Ik hou van alles wat ook maar iets te maken heeft met superhelden shizzle. Ik ben nog een paar dagen terug naar zo'n film geweest. Ik volg ze allemaal. Zodra er zo'n film uitkomt, ik ben daar gelijk die dag. Dus toen ik zag dat Revolution zo'n collectie in samenwerking had met hun, het maakte me echt gelijk enthousiast. En ik dacht echt, ik moet echt alles hebben. De collectie is dus een samenwerking met DC. En het is opgedeeld in 3 superhelden. Je hebt Batman, je hebt Catwoman en je hebt de Joker. En ik heb gewoon wat random producten besteld. Ik heb me niet per se gehouden aan één bepaalde superheld. Ik heb gewoon gepakt wat mij het meeste aansprak. En het meeste is van Batman, maar dat is gewoon echt toevallig. Als jij ook zo'n superhelden fan bent, let me know beneden in de reacties. Want dan voelt het niet meer alsof ik de enige nerd hier ben. Dus ja, we gaan deze collectie vandaag testen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals je kunt zien heb ik mijn gezichtsmake-up al gedaan, want daarvoor hebben we vandaag niks. We gaan gewoon vandaag gelijk beginnen met de ogen. En ik heb hier echt een super groot oogschaduwpaletje. Dit is het Revolution X DC Universe Large Palette. Je had dus dit grote paletje. Dit is het grootste paletje. Je had ook een paletje met Batman en nog 3 kleine paletjes. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon gelijk voor het grootste paletje. Dit is een beetje Batman vibes, zoals je kunt zien. Batman is ook de grootste collectie van allemaal. En dit paletje is echt huge. Ik had niet verwacht dat die zo groot zou zijn. Kijk even vergeleken met mijn hoofd. Het is gewoon echt 2 keer mijn hoofd. Hij is echt super super groot. En het is niet alleen oogschaduw, maar je krijgt hierin ook een bronzer, een blush en highlighters. Dus laten we hem openmaken. Ik heb hem nog helemaal niet opengemaakt. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Gewoon precies als de buitenste verpakking. En je kunt hem dan zo openslaan als een soort van boek. En dit is dan de inhoud. Echt een heleboel kleurtjes en de grote vakjes zijn de bronzers, blush en highlighters. Dit paletje ziet er van binnen echt beter uit in het echt dan online. Allemaal echt super groot en ik kan echt niet wachten om dit allemaal te gaan gebruiken. Ik heb nog geen idee wat voor look ik ga maken, maar ja, er zijn echt genoeg looks die je hiermee kunt maken. I love it. Ik denk dat de kleur hier de blush is, maar hij is wel heel glanzend voor een blush. Naar mijn mening is het echt iets te glanzend. Maar goed, whatever. We gaan gewoon alles proberen. En ik ga het nu gebruiken voor de ogen. Nou jongens, ik heb net de close-up shots geprobeerd te maken van dit paletje. Nou, dat lukte gewoon bijna niet. Dit palet is zo groot. Oh my god, het lukte gewoon niet om het helemaal op beeld te krijgen. Uiteindelijk is het wel gelukt, though. Oké, wat voor look gaan we maken? Ik denk dat ik het een klein beetje naturel-ish hou. Ik ga beginnen met deze bruine matte bronzerkleur. En die ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Cast. Dan ga ik in met deze iets donkerder matte bruine bronzerskleur. En dan ga ik het iets donkerder maken in mijn crease. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. En dan pak ik deze donkerste bruine bronzerkleur. En die kleur ga ik aanbrengen hier zo in de hoek. Ik gebruik Zoeva 227 platte fluffy past. En dan druk ik het zo hierin en dan blend ik het een beetje in mijn arcadeboog. Dan pak ik deze zwarte glanzende kleur. En met die kleur wil ik het een klein beetje donkerder maken hier zo in de buitenste hoek. En dan ga ik al die kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik nou een halve cut crease maken. Dit doe ik gewoon met concealer. Oké, dan ga ik nou in met de glanzende kleurtjes op de cut crease. Ik weet nog niet eens welke kleur ik wil gaan gebruiken. Er zijn zoveel mooie kleurtjes hierin. Ik ga in met de glanzende kleur hier. Die kleur is een beetje goudbronzy. Oeh, dit is echt een mooie kleur. Oh, dit is echt mooier dan dat ik had verwacht zelfs. En ik breng het gewoon zo aan over de hele cut crease. Ik weet al dat ik een vrij heftige lipkleur ga opdoen, dus ik wil het hier een beetje neutraal houden. Dan pak ik weer die donkerste kleur bronzer en dan blend ik het hier zo in met die glanzende kleur. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur hier. Hij lijkt wittig, maar hij is een beetje witgoud. En die kleur breng ik dan aan hier in de binnenste ooghoek.
Jongens, I love it. Kijk even hoe mooi dit is. Dit is echt een super mooie neutrale soft glam look. Je kunt ook de wat heftigere kleuren gebruiken. Je kunt best wel veel verschillende looks maken met dit paletje. Maar ik dacht, ik ga vandaag een beetje voor nude. Want ja, ik ga al heftige lipjes doen, zoals ik al net zei. Dan pak ik weer deze zwarte glanzende kleur. En met die kleur ga ik een hele wing maken. Er was ook een eyeliner pen van de Catwoman collectie. Alleen die was heel tijd uitverkocht. Dus helaas kon ik die niet bestellen. Dus dan gaan we maar gewoon deze zwarte oogschaduw gebruiken. Hij is wel glanzend, maar ik hoop dat hij niet al te veel gaat glanzen. Oké, ik ben klaar. Ik heb ze best wel heftig en lang gemaakt. De zwarte kleur had wel echt iets dieper zwart kunnen zijn. Nou vind ik het een beetje grijzig, maar dat komt ook een beetje door de witte glitters die er doorheen zitten. Maar al met al is het gewoon wel goed gegaan vandaag. So I love it. Dan heb ik hier ook een nieuwe mascara van de Batman collectie. Dit is de Revolution X Batman I Am The Night mascara. By the way, de hele collectie is weer vegan en cruelty free. Dus we gaan deze mascara proberen van de Batman collectie. Hij ziet er ook echt heel Batman-y uit. Ik moet zeggen, Revolution, hun mascara's. Er was er maar één die ik echt fijn vond. Volgens mij heette die gewoon de mascara. Maar voor de rest vind ik ze bijna nooit zo fijn. Dus ik ben heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Wow, dit is echt een super grote borstel. Kijk dit, super groot en dik. Ik ga wel eerst even mijn wimpers krullen. Want ik heb super korte, slechte wimpers. Ik ben echt jaloers op elke vrouw die is geblest met mooie, lange wimpers. Nou, ik had het echt absoluut niet verwacht, maar ik vind hem echt fijn. Kijk hoe lang mijn mini wimpertjes zijn geworden en hoe mooi ze helemaal zo omhoog krullen. Hij geeft ook lekker veel volume zonder het klonterig te maken. Hij is best wel dikkig, maar hij is best wel kort. En omdat hij zo kort is, kom je alsnog heel goed in de binnenste hoek en zo. Ik vind hem echt oprecht heel fijn. Hij pakt mijn wimpertjes ook heel goed vast en hij maakt ze echt helemaal zo vol en helemaal zwart. I love it. Ik had het echt niet verwacht. Dan heb ik hier ook nep wimpers. Dit zijn de Revolution X Catwoman lashes. Dit zijn dus de nep wimpers van de Catwoman collectie. En ik dacht, ik knal ze er gewoon bij. Ondanks het feit dat ik ze er niet echt heel mooi uit vind zien. Ik vind de verpakking wel echt super leuk. Echt zo van dit soort kattenoortjes en zo. Dat vind ik heel leuk en zo glitterig. I love it. Laten we ze gewoon gaan proberen. Hier even een close-up van hoe ze eruit zien. Het is ook een beetje in zo'n kattenshape. Het wordt zo voller in de buitenste hoeken. Nou, ik ga ze aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Ze zien er op zich beter uit dan dat ik van tevoren had verwacht. Ze zijn op mij wel heel natuurlijk. Het verschilt ook per persoon hoe ze gaan staan op jou. Ze zijn wel lang, maar wel gewoon heel natuurlijk op mij. Dus met een natuurlijk look zou ik ze best wel dragen. Voor de look van vandaag had ik toch wel iets heftiger gewild. Maar op zich, het is gewoon oké. Nou ga ik mijn gezicht bronzen met een van deze bronzers. Ik ben een beetje aan het twijfelen welke kleur ik ga gebruiken. Ik neig een beetje hiernaar, omdat hij een beetje warm is. Maar misschien is hij weer te warm. Dus misschien kan ik dan beter deze nemen. Nee, ik denk toch dat ik gewoon voor deze onderste warme ga. Oké, nou dit ziet er heel mooi uit. Het is een best wel heftige bronzer. Hij is ook echt heel warm, maar dat had ik al verwacht. Maar ik vind het echt mooi. Ik hou altijd van een heftige warme bronzer en ook een matte bronzer. Dus dit is helemaal echt mijn ding. I love it. Even kijken dan de blush. Ik ga er dus vanuit dat dit de blush is, maar hij is zo glanzend. Oh my god, dit gaat echt too much zijn. Maar ik ga het toch gewoon proberen en een heel klein beetje aanbrengen. Ja jongens, dit is echt te glanzend hoor. Dit is echt niet zo mooi. Het wordt ook een beetje grijsachtig omdat er zoveel glans in zit. Oké, ik heb weer lekker veel aangebracht. Ik was van plan om maar een klein beetje aan te brengen. Maar like always breng ik weer veel te veel aan. Ik moet zeggen, als je dit aanbrengt, je hoeft letterlijk geen highlighter meer aan te brengen. Want het is letterlijk één grote glow. Het is niet heel vreselijk, maar gewoon voor mij. Het is gewoon niet echt mijn smaak. Ik hou meer van iets wat iets minder glanst qua blush. Oké, dan highlighter. Ik kan dus de highlighters gebruiken uit dit paletje. Maar ik heb ook gewoon hier een losse, ook van de Batman collectie. Ik heb hier de Revolution X Batman Bat Light Highlighter. De verpakking ziet er weer heel Batman-y uit. En dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon een kleine vierkante verpakking. En dit is de inhoud. Er staat ook zo'n Batman dingetje op gegraveerd. En je krijgt een kleine spiegel. De kleur ziet er echt heel mooi uit. Dit was de iets lichtere kleur. Je had ook nog een andere kleur van de Catwoman collectie. En die was iets donkerder. Maar dit leek mij wel geschikt voor mijn huidskleur. Dus ik ga gewoon die gebruiken als highlighter.
Jongens, I love it. Ik vind hem echt heel mooi. Hij is wel een tikkietje licht, maar hij is lekker heftig. Hij is niet heel poederig. Hij blendt mooi in de huid. Ik vind hem echt heel fijn. I love it. En dan heb ik hier als laatste een lipgloss. Dit is de Revolution X Joker Smile Lipgloss. Dit is dus een prachtige rode lipgloss. Ik wilde ook gewoon per se iets proberen van de Joker collectie. Dus ik dacht, ik haal deze gloss. Ik vind het ook heel leuk hoe er hier allemaal zo hahaha op staat. Dat is echt helemaal high. I love it. Je hebt 3 glossjes. Je hebt ook eentje van de Batman collectie, die is helemaal doorzichtig. En eentje van de Harley Quinn collectie. Dus ook van de Joker collectie. En die is een beetje licht nude. Ik ga hem even swatchen op mijn hand. Even zien hoe rood hij is. Het heeft gewoon echt heel veel pigment. Dan ga ik het aanbrengen met een rood lippotloodje eerst. Even deze balm van mijn lip afhalen. Ik ga in met dit lippotloodje van MAC Cosmetics in de kleur Ruby Woo. Zo, en dan ga ik in met de lipgloss. Ik vind de lipglossjes van de Revolution echt altijd super fijn. I love it! Kijk hoe mooi dit is! Het voelt niet aan als een normale dikke lipgloss. Het voelt een beetje aan alsof je een mat liquid lipstick aanbrengt. Weet je wel, als je een matte liquid lipstick aanbrengt, dan is hij in het begin nat en dan droogt hij mat op. Dat natte is een beetje hoe die aanvoelt, alleen hij droogt niet helemaal mat op. I love it! Dit is echt een prachtige kleur. Het is echt een hele felle rode kleur. Super mooi dit. Er staat online ook dat hij niet plakt. En hij plakt ook echt helemaal niet. Hij droogt wel een beetje semi-mat op. Het is alsof het een beetje een halve matte liquid lipstick is. Zo mooi. Ik ben zo in shock. Ik hou van heel deze collectie hoor. Dan als laatste wat fixing spray. Even kijken. Ik ga in met mijn Catrice Clean ID Hydrating Spray. En dan zijn we klaar. Nou jongens, fantastisch. Ik vind deze look zo ontzettend mooi geworden. De collectie is echt veel en veel beter dan dat ik had verwacht. Dit paletje is echt heel erg fijn. En je kunt er echt zoveel mee. Ook schaduw, bronzer, blush, highlight. Whatever you wanna do. I love it. De kwaliteit is ook echt heel goed. En hij is maar 20 euro. Echt een super goede prijs. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Let wel op, hij is best wel licht. Met mijn huidskleur kan ik er nog net mee wegkomen. De mascara. Ik ben in shock dat ik hem fijn vind. Dat had ik echt absoluut niet verwacht. Maar ik vind hem oprecht fijn. Als je ook hele kleine korte wimpertjes hebt als mij, zou ik hem zeker proberen. En deze gloss is echt super mooi. Het is een gloss, maar ook weer niet. Want hij voelt echt best wel wat aan. Hij geeft ook helemaal niet af. Kijk. Zie je dat? Er komt wel een klein beetje van af. Maar niet zoveel als dat normaal zou moeten zijn met een lipgloss. Is ook heel fijn, want dan gaat het niet allemaal overal heen smudgen. En je haar erin plakken en al die issues die we altijd hebben met lipglossjes. Dus ook deze, ik ben echt in shock. Deze ga ik echt zeker vaker gebruiken. Ik vind hem echt prachtig. En de wimpertjes zijn ook wel mooi. Heel mooi en naturel. Ook mooier dan dat ik van tevoren had verwacht. Dus ik keur deze collectie helemaal goed. Het is echt, echt een goede collectie. Goede kwaliteit en ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie van de collectie en van de make-up look? Let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!